Halifax. Straks bij RTL 4. Welkom terug bij Ik zeg punt sorry. Bij weer een nieuwe mogelijke verzoening. Zij waren op zoek naar vertier, verbinding met familie en informatie over oude exen. Hij was een platform dat dat mogelijk maakte. Ze leerden elkaar kennen in 2006 en na een hobbelige start kwamen ze samen op het idee dat het voor altijd zou zijn. Ze wisten alles van elkaar totdat hij, zonder daar eerlijk over te zijn, er meerdere belangen op nahield. En nu is hij hier, want hij heeft spijt. Dames en heren, een warm welkom voor Facebook. Facebook, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Vind ik leuk. Goh, Facebook. Vertel eens, met wie wil jij het goed maken? Met mijn gebruikers. En wie zijn dat? Wie zijn jouw gebruikers voor jou? Nou, over de jaren heb ik ze echt leren kennen. Vanaf 2006, 2007. Eerst erg oppervlakkig. Wat vind je leuk om te doen? Wie is je familie? Gewoon gezelligheid, weet je wel. Toen wat meer intiem. Ik had echt het gevoel dat ik iemand leerde kennen. Ik zou bijna kunnen voorspellen wat ze dan leuk zouden vinden of niet. Ik had echt het gevoel dat we een relatie aan het opbouwen waren. En ik dacht ook dat zij dat wilden, dat mijn gebruikers dat wilden. Dan zouden ze kunnen lezen wat ze wilden lezen. Kopen wat ze mooi vinden. Maar de relatie die we hadden, want die is er nu niet meer? Nee. Nou ja, it's complicated. Veel gebruikers nog wel hoor, maar er is gewoon geen vertrouwen meer. En wat is er dan precies gebeurd tussen dat begin, wat eigenlijk heel gezellig klinkt, en nu een relatie zonder vertrouwen? Ik ben niet altijd zo eerlijk geweest tegenover mijn gebruikers van wat ik van hen wist. Dit heb ik ook doorverkocht. Dit probleem ligt ook dieper bij mezelf. Ik wil graag altijd het maximale handel uit iets kunnen drijven. Noem het maar een beetje een ondernemersdriftje. Ik wil mijn gebruikers niet in hun zere been schoppen, dus laat ik hun gewoon zeggen wat ze willen zeggen. Hier ben ik heel lang in mee doorgegaan, omdat ik wist, aan het eind van de dag zou ik hier heel veel mee gaan verdienen. Je verdiende ook geld aan ze? Hoe dan? Liet je je gebruikers ook betalen? Nee, dat hoefde ze niet. Dat zou dom zijn. Ik verdien veel meer aan data, wat ik van mijn gebruikers dus weet. Je hebt dus eigenlijk het vertrouwen geschaad en ben niet netjes omgegaan met intieme details. Ja, en het spijt me. Ik vind het echt heel erg en ik heb een probleem, maar daar werk ik nu aan. En ik word steeds beter in de gaten gehouden en nu klinkt het alsof ik alleen daarom beter wil gaan doen, maar dat is helemaal niet zo. Ik wil gewoon verder gaan. Ik wil samen verder. Maar om samen verder te kunnen, moet jij flink veranderen. Hoe zie je de toekomst voor je? Nou ja, te lang heb ik alles bepaald. En heb ik geen inbreng gevraagd van mijn gebruikers. Ik deed maar wat ik wilde en zo verdiende ik het meeste geld. En dat is een probleem. Ik wil niet meer mijn voorrecht misbruiken. Ik wil mijn gebruiker in de ogen kunnen kijken en vragen om vergiffenis. Vragen wat ik anders moet gaan doen. Ik wil samen zitten en afspreken, deze kant gaan wij op. Ik weet niet wat de toekomst zich te bieden heeft. En ik vind het heel eng. Ik hoop dat er een gebruiker is die naast mij wilt komen zitten. Nou, we hebben een gebruiker gevonden, een betrokken gebruiker die nu zit te kijken. En dat is ook echt iemand die dat toekomstperspectief goed samen met jou zou kunnen schetsen. Maar, zoals je zelf al zei, er is wel iets kapot. Hoi, je voelde het misschien al een beetje aankomen, maar we hebben het hier natuurlijk over jou.
Dus ben jij bereid om het gesprek aan te gaan, de bosbloemen aan te nemen en hier de set op te lopen om samen met Facebook te kijken hoe nu verder? We geven je de keuze, maar je moet wel nu beslissen. Dus wat wordt het? Ja of nee?